Dag iedereen, een write-on effect maken in After Effects. Hoe doen we dat? Dat zien we in deze tip of the week. Voor deze tip of the week video gaan we meteen in After Effects duiken. Ik heb hier een projectje klaargezet waarin al een tekstlayer zit. Op zich heel simpel, gewoon een tekstlayer. Ik heb een redelijk geschreven lettertype gekozen, omdat dat toch het beste werkt voor zo'n write-on effectje. Dat zal het effect alleen maar beter gaan verkopen. Nu, hoe gaan we eraan beginnen? Wel, eerst en vooral moeten we een shape layer gaan maken die eigenlijk al deze letters kan overtrekken. Dat gaan we doen met onze pen tool, dus ik ga hier helemaal bovenaan de pen tool nemen of ik kan de shortcut G gebruiken. En dan gaan we meteen ook daarmee beginnen tekenen, maar ik ga eerst ervoor zorgen dat ik geen laag geselecteerd heb, want anders teken ik een masker, dat is niet wat ik wil. Ik wil een aparte shape layer gaan tekenen. En keer dat ik daarnaast klik, dan ga je ook zien dat we hier direct instellingen kunnen gaan maken. Voor onze shape layer. Nu, het gemakkelijkste is al dat ik hier geen fill heb, dus ik ga hier de fill uitzetten. Dat ik mijn stroke color iets anders geef dan wit, want anders gaat dat moeilijk zichtbaar zijn. Dus ik neem gewoon iets rood, dat gaat duidelijk zichtbaar zijn bovenop deze witte tekst. Oké, en ja, de stroke width moet eigenlijk ongeveer even breed zijn dan de letters zelf. Nu, ik heb dit al eens gedaan, dat is ongeveer 16 pixels. Dat hangt natuurlijk af van jouw eigen lettertype en de grootte waarop dat je dat geplaatst hebt, uiteraard. Eens dat we dit gedaan hebben, gaan we hier eigenlijk beginnen tekenen. En ik ga een beetje inzoomen, dat maakt het iets gemakkelijker. En ik ga hier beginnen tekenen. Dus ik teken hier mijn eerste punt. Naar daar. Zo. En ik probeer eigenlijk de letter zo goed mogelijk af te lijnen, zodanig dat het heel mooi overeenkomt. Dus ik probeer eigenlijk te werken, zodanig dat dit allemaal mooi overeenstemt. Nu, ik ga hier even mijn Adaptive Resolution op of zetten, zodat dat voor jullie een beetje duidelijker zichtbaar zal zijn. En zo gaan we eigenlijk volledig de tekst proberen zo mooi mogelijk na te tekenen. Nu, een paar tips: als je klikt en sleept en je ziet dat je punt niet volledig juist staat, doe spatiebalk in, dan kan je het punt ook nog verzetten. Als je spatiebalk weer loslaat, dan kan je je handles weer gaan aanpassen. Dus op die manier kan je eigenlijk, terwijl dat je je punt aan het tekenen bent, nog correcties doorvoeren. Ook nog iets waar dat we gaan op letten. Dit is een heel afgerond mooie lettertype. Nu, ik wil eigenlijk ook dat mijn stroke dat heeft, dus ik ga even in mijn shape layer gaan duiken. En ik ga hier tot in stroke, dus contents shape 1, dan stroke 1. En daar ga ik de line cap op round cap zetten, zodat we hier mooie afgeronde uiteinden krijgen. En ik ga ook de join op round zetten. Omdat we hier dat wel gaan nodig hebben. Wat ik ook al ga doen, is deze stroke even boven mijn shape slepen en dan de shape weer boven de stroke. Zodanig als ik straks extra shapes teken, dat deze stroke voor al die shapes zal gelijk zijn. Dat maakt iets gemakkelijker, want we gaan meerdere paden nodig hebben om dit volledig te kunnen tekenen. Dus ik ga hier verder, dus ik klik hier terug op dat laatste punt. Voilà, ik teken tot hier ongeveer. Ziet, ik heb nu gewoon geklikt, dus ik heb geen bezier handles, maar dat maakt dat ik hier wel een gemakkelijke hoek kan maken. En doordat we onze stroke met round joints hadden gemaakt, is dit ook al mooi afgerond. Dus ik ga verder beginnen met tekenen. Oké. Nog een beetje aanpassen.
Eventueel alt induwen, want hier had ik geen busy handles op en ik wil hier toch een busy handle uitrekken. Dus met alt krijg je je vertex tool, dan kan je ook mee aan de slag. Oké, dat is de eerste letter. Goed, in principe kan ik hier verder tekenen, want ja, dit stukje gaan we niet zien. We gaan enkel daar de lijn zien waar dat onze tekst ook visueel zichtbaar is. Dus ik kan hier in principe gewoon verder tekenen en tot daar gaan. En dan zo eigenlijk mijn pad weer gaan tekenen. Zo. En nu hier ga ik moeten beslissen waar ik even stop met mijn lijn te trekken. Want ja, we zouden deze R zo schrijven en dan waarschijnlijk onze pen van ons blad nemen en dan hier terug beginnen tekenen. Dus dat gaan we proberen simuleren. Dus ik ga hier, ik ga ietsje verder zetten, zo dat we eigenlijk tot hier mooi kunnen tekenen. Nu, als ik hier direct zou verder tekenen, gaan we een beetje een rare overgang krijgen. Dus wat ga ik doen? Ik klik even gewoon mijn laag aan, zodanig dat dit pad afgesloten is. En dan kan ik eigenlijk vanaf hier terug beginnen tekenen en ga ik eigenlijk een nieuw pad beginnen. Zo. Hier ga ik hetzelfde doen aan de T. Ik ga tot hier ongeveer tekenen. Zo. En dan ga ik weer klikken, want bij de T wil ik hier bovenaan beginnen. Zo. En ik teken terug naar beneden. Voilà. En hoe meer tijd je hier insteekt in het mooi aflijnen van die strokes, hoe beter het resultaat zal zijn. Ook hier wil ik nu weer vanaf hier deze streepje op de T kunnen tekenen. Voilà. Dan doe ik vanaf hier zo. Eventueel deze naar de andere kant. Dus dat is met alt ingeduwd. En heb ik het even zeep gedaan. Dus met alt ingeduwd. Zo. En dan kan ik weer zo verder tekenen. Voilà. Dan heb ik weer de T. En dan ga ik hier weer klikken op de laag. En ga ik zo verder met de E. En zo ga ik eigenlijk verder tot als ik alle letters van mijn tekst heb getekend. Ik ga dit op dit moment ook een klein beetje doorspoelen, zodanig dat jullie niet eindeloos lang hier moeten zitten naar kijken. En hier op het laatste ga ik ook nog deze i, het puntje op de i, zetten. En het moet dan natuurlijk in een aparte laag doen, of in een aparte shape doen. Zo, voilà. Even selectie tool nemen, een beetje proper zetten. Zo, voilà. Dus we hebben nu al onze letters overtrokken met een pad. Nu om ons write-on effect te gaan maken, hebben we hier nu een shape layer met eigenlijk alle letters overtrokken als paden. Hier onderaan hebben we onze strokes staan die op onze volledige shape layer eigenlijk zijn effect doet, waar de rounded corners bijvoorbeeld op staan. Dus dat is gemakkelijk. En nu moeten we daar nog iets gaan toevoegen, zodat we die paden kunnen laten zich inanimeren. En dat gaan we doen met de trim paths. We hebben hier in onze shape layer contents add. Hier hebben we trim paths staan. Als ik die toevoeg, dan komt die hier mooi tussen te liggen. En dan gaan we die open klikken. En hier gaan we eigenlijk onze animatie in gaan opbouwen. Want als ik hier nu die end parameter, hier helemaal onderaan, de end parameter op 100, van 100 naar 0 brengt, dan zien we dat eigenlijk onze lijnen hier allemaal verdwijnen.
Dus dat is eigenlijk de bedoeling dat we die van 0, dus ik ga die animeren door op het stopwatch te klikken. En dan na een paar seconden laat ik die bijvoorbeeld naar 100 bewegen. En dan gaan we zien dat die lijnen tevoorschijn komen. Nu, dat is nog niet 100% wat ik wil hebben, want ik wil dat er maar één lijn tegelijk zichtbaar wordt. Nu, daarvoor moet ik hier gaan kijken bij Trim Multiple Shapes. Dit staat nu op Simultaneously. Dat gaan we zetten op Individually. Nu gaat er telkens maar één lijn tegelijk getoond worden. Maar we zien dat dit nog eigenlijk in de verkeerde volgorde gebeurt. Nu, dat is een beetje jammer dat dat zo gebeurt, maar op zich is dat niet zo erg. Het enige dat we moeten doen is eigenlijk al deze shapes van volgorde omdraaien. Dus hier gaan we even shape 1, dan shape 2 en zo verder. En voilà, een keer dat die allemaal in de juiste volgorde staan, zouden we eigenlijk dit effectje moeten bekomen. Oké. Nu, dit lijkt mij ietsje te snel te zijn, dus ik ga deze laatste keyframe naar een seconde of 3 ongeveer brengen. Dat lijkt mij al beter. En misschien moeten we deze twee keyframes ook nog easy easen, zodanig dat er een beetje easing op zit. Dus bij Animation Keyframe Assistant Easy Ease. Nu gaan deze ietsje vloeiender bewegen, gaat er een beetje verschil in snelheid komen. Nu, dat ziet er al heel mooi uit. Maar nu moeten we natuurlijk nog de finishing touch gaan aanbrengen, want nu krijgen we eigenlijk gewoon het rode woord over het witte woord. Dat is niet wat we willen. We willen uiteraard gewoon de witte letters laten tevoorschijn komen. En dit gaan we doen door middel van een track matte. En een track matte is eigenlijk een soort van masker dat we kunnen gaan leggen. Dus we gaan van deze shape layer eigenlijk een masker maken. En dat doen we door in dit tabelletje hier te gaan. Deze kolom hier, de track matte kolom. Nu, als je die niet ziet staan, dan is het hier helemaal rechts onderaan het tweede icoontje dat je moet aanzetten. Met dit icoontje kan je eigenlijk ervoor zorgen dat deze kolom tevoorschijn komt. En eens dat we die hebben, dan kunnen we hier op onze tekstlaag in dat kolommetje gaan kiezen voor Alpha Matte Shape Layer 1. En dat gaat ervoor zorgen dat we eigenlijk deze laag, de shape layer, gebruiken als een masker voor de laag, onze tekstlaag. En als we dit nu even afspelen, voilà, dan hebben we ons write-on effect. Voilà, dit was het voor het write-on effect in After Effects. Op zich een vrij eenvoudig effectje, maar zeker leuk om mee te gaan spelen. Dan zie ik je graag terug in een volgende Tip of the Week. Tot dan!